op een datasheet van een diode is zoveel te lezen. Maar waar zijn we nou eigenlijk primair in geïnteresseerd? Een voorbeeldje. Dan gaan we een datasheet van de diode bekijken. Daarvoor hebben we een zoekmachientje nodig. Deze maar eventjes. Nou, ik neem gewoon de eerste. Dat is trouwens ook een hele bekende gelijkrichtdiode, de 1N4001 tot en met 4007. Dat is een bekende diode die gebruikt wordt voor gelijkrichting, rectifier. Dat is een standaard familie. En misschien kunnen we hier wat interessante eigenschappen over terugvinden. Eens even kijken naar de eigenschappen. De maximum ratings en electrical characteristics. Wat wel interessant is, is de spekspanning die mag worden aangesloten. Dus de peak repetitive reverse voltage. Die is voor een type 4001 50 volt. Dus die spekspanning mag 50 volt bedragen. En als je een wat ander type kiest, de 1N4007, dan mag die zelfs 1000 volt bedragen. Dus dit is dan ook een diode die je rechtstreeks op netspanning zou kunnen gebruiken, zonder dat die stuk gaat. De average rectified output current, dus de gemiddelde stroom die door de diode mag heen lopen, is 1 ampère. De forward voltage bij 1 ampère is 1,0 volt. Dus je ziet hier al dat dit afwijkt van de 0,6 volt die ik net noemde als drempelspanning. Dit is namelijk de drempelspanning, de forward voltage. Bij 1 ampère is die spanning blijkbaar veel groter dan 0,6 volt, namelijk bij deze diode 1,0 volt. We rekenen altijd met 0,6 of met 0,7, afhankelijk van eventueel van wat er in de opdracht gegeven is. In de praktijk wil dat nog wel eens variëren met het type diode. En dat heeft puur te maken met de constructie van de chip. Nou, wat is nog interessant? De rest vind ik niet zo heel interessant voor deze keer. Even kijken wat er nog meer te vinden is. Nou, alle eigenschappen worden in zo'n datasheet ook uitgedrukt in grafiek. Bijvoorbeeld, dit is een karakteristiek die laat zien de doorlaatstroom afgezet tegen de temperatuur. Om maar eens wat te noemen. Nou, dat is voor onze toepassingen in de meeste gevallen niet zo interessant. Maar het is misschien wel aardig om eens een keertje te bekijken. Nou, dan zal hier, meestal staat er nog iets over behuizingen. Dat staat hier. Maar er staan geen afbeeldingen bij. Er staat hier alleen maar dat het een DO41 is. Nou, dat is niet zo interessant. We willen daar liefst natuurlijk een plaatje van hebben. Maar dat staat er in dit geval toevallig niet bij. Oké, dat is een voorbeeld van een datasheet.